Weer naar de Action toe. En ik ga jullie gezellig meenemen. Mocht je me volgen op TikTok, dan heb je al gezien dat bijvoorbeeld bij TK Maxx en zo al heel veel herfst en Halloween dingen in het assortiment liggen. En nu kreeg ik iemand te horen, ja Floor, je moet naar de Action, want ook bij de Action is het zover. Het is helemaal tijd voor herfst. Mocht je me al wat langer volgen, dan weet je dat ik gewoon gek ben op herfst en Halloween. Maar echt herfst, dat vind ik gewoon zo'n fijne maand. Zo gezellig en warm en knus. En die geuren, appelkaneel, pumpkin spice, ben er weg van. Laat me zeker weten of jij dat ook hebt. Ik heb dat echt heel erg al in de zomer. Vaak als ik op vakantie ben, dan geniet ik zeg maar op vakantie. En dan kom ik terug en dan is het tijd voor herfst. Maar goed, het is dus tijd om naar de Action te gaan. Ik ga naar de Action in Nijverdal. Ben jij benieuwd wat ze op dit moment dus in het assortiment hebben van de Action? Blijf dan zeker even kijken. Doe een duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. Want elke zondag komt er een nieuwe video online om 10 uur 's ochtends. Nou, het kan van alles zijn. Opruimvideo's, organize video's, clean with me's, shop with me's, shoplogs, ambiance video's. De hele mikmak. Dus pak er een lekker theetje bij en een dekentje. Want eerlijk gezegd, de zomer hier in Nederland is best wel herfstig. Dus pak er een lekker dekentje bij en wikkel jezelf lekker warm in. En dan gaan wij lekker naar de Action toe. Nou, daar ben ik dan weer eindelijk eens bij de Action. Ik moet hier altijd een roltrap omhoog en ik pak gelijk een mandje en dan kom ik eigenlijk al in het eerste gangpad. En dan kijk ik dus altijd bij de kaartjes. Ik vind deze kaartjes altijd super leuk. Ze zijn 70 cent en nou ja, ik sla ze eigenlijk ook heel vaak gewoon in. Want dan heb ik gewoon een voorraadje thuis. Dat vind ik zelf heel chill. Ze hebben nu ook hele leuke planners en agenda's, dus dat is natuurlijk helemaal top als je het nog nodig hebt. Ja, het is gauw back to school, dus nu zitten er hele leuke tussen. En ik zag deze bamboe spiegel, die vind ik ook echt super mooi. Oh, en de kussentjes en dekentjes die ze nu hebben zijn echt geweldig. Ik vond deze heel erg leuk. Een beetje met zo'n regenboogpatroon in de beige. Ik had hem bijna meegenomen. En deze vind ik ook heel erg leuk. En dat voor 6 euro. Ze hadden echt hele leuke kussentjes. Dus echt een aanrader. Ook deze plaid of zo'n kleed zeg maar. Die vond ik ook zo mooi. Helemaal mijn stijl. En ook lekker zachte dekentjes. Niet normaal. Hele leuke kleurtjes ook. Ik vond deze beige wittige wel echt super mooi. En die was zo zacht. Ook hebben ze natuurlijk weer heel veel bakjes en mandjes. Ik vond deze wel heel erg handig voor bijvoorbeeld knoflook en ui. Nou ja, en gewoon hele schattige mooie decoratiemandjes. Veel organizers ook. Ik zag deze en dit vond ik nog wel hele handige. Die hadden ze in het grijze en in het zwart. Maar dit is heel erg handig bijvoorbeeld voor in je kledingkast. Ook hier weer wat organizers en handige doosjes om dingen in op te bergen. En uiteraard moet ik altijd even kijken bij de geurkaarsen en nou ja, de geuren ruiken. Ik vond deze op zich wel heel erg lekker. De wood, iets met wood, pine wood of zo. En deze geribbelde kaars die vond ik zo mooi eruit zien. Helaas zijn de kaarsen van Action niet allemaal even goed. Er zitten heel veel kaarsen op paraffine. Dus ik koop eigenlijk geen kaarsen meer van Action. Maar de geuren zijn van sommige kaarsen wel echt super lekker. En dit is ook heel erg handig. Van deze stokjes, daar kun je je eigen geurstokjes maken. Met zo'n lekkere olie erin. Nou, en dit is mijn favoriete kaars, de Apple Crumble van de Airwick. Echt zo lekker. Ook deze klonk heel erg lekker. Honey en cinnamon van die vaccinelichte kaarsjes. Daar hadden ze ook echt genoeg van. En heel veel van die dikke swirl kaarsen. Voor dinerkaars, zeg maar, van die grote. Die vond ik ook heel erg leuk. En deze had je ook nog in het zwart. Dat staat bij sommige interieuren ook echt super mooi, denk ik.
Dit vaccinelichthoudertje of theelichthoudertje vond ik heel erg mooi. Die had je ook in het klein voor 35 cent. En deze marmeren vind ik nog steeds heel mooi. Maar die heb je nu al wel een tijdje in het assortiment. En toen zag ik deze keukenrolhouder, deze van marmer. Die vond ik zo mooi. Niet meegenomen, want ik heb er al één. Dus dan vind ik dat een beetje zonde. En heel veel gekleurde pannen. En natuurlijk de pink stuff. Super veel pink stuff hebben ze nu tegenwoordig ook bij de Action te koop. Voor je badkamer, gewone allesreiniger en natuurlijk Fabulosa. Dat is ook echt topspul. Oh, en dit van het servies vond ik heel erg mooi. Deze beige kleine bakjes. Ideaal voor sojasaus. Misschien iets te groot, maar ik vond het echt een hele mooie, ja, mooi servies. Deze bobbelige vaas vond ik ook echt prachtig. Die bruine voor de herfst en die beige gewoon voor altijd, zeg maar. Ik vond ze echt heel erg mooi voor 3 euro. En toen zag ik de welbekende teddystoel. Deze is dus nieuw in het assortiment, is 30 euro en ik vond hem echt super mooi. En jawel, de herfstgang. Nou, dit is dus nu één grote gang met allemaal herfstdingetjes. Zo zag ik deze zwarte en gouden blad waar je wat op kan leggen. Nog wat blaadjes qua decoratie, zodat je dingen kan decoreren of do it yourself. Appeltjes, nou echt van alles. Veel ook wel wat ze vorig jaar hadden. Maar ook wel veel eigenlijk weer nieuw, wat ik niet herkende. Zo ook deze dingetjes, die vond ik zo schattig. Een soort kerstballen, maar dan herfstballen. Super leuk. Echt verschillende soorten hadden ze. Ik was er echt weg van. En nog een set van 3 pompoentjes voor 2 euro. En kijk, hier heb je nog meer met die paddenstoelornamenten en zo. En die herfstbladeren. Echt zo leuk. Leuk voor een herfsttak. En dan dat je dan van die ornamenten eraan doet. Oh, en deze geripte kaars vond ik ook prachtig. Vooral deze oranje voor de herfst. Super mooi. En dan zou ik zelf dat touwtje eraf halen. En deze, maar die heb ik al. Dat is zo'n pompoen met lampjes erin. Echt super mooi. Die is 7 euro. En nog veel meer pompoentjes en herfstdecoratie. Ik vond deze ook heel erg schattig. Deze kleine witte met een gouden tros. Formaat 72 cent. En nog veel voor buiten, dus buitendecoratie van die lampjes die aan kunnen en zo. Dus dit is allemaal voor buiten. Oh mijn god, ik zag deze barbecue marshmallow s'mores. Dus dat er al met chocola in zit. Deze wafelijzer, die krultang zeg maar. Ik wil die zo graag een keer uitproberen. En een bananenhaarmasker. Ik hou van mijn Garnier bananenhaarmasker. En deze shopper. Ik heb deze dus ook. En hij is echt heel erg fijn. Die heb je dus in verschillende soorten. Deze beige, een wat donkere en een panterprint. Maar ook nog een hele zachte stof en ook in het roze. En die zijn 7 euro. En er zit ook helemaal een rits in. En ik zag deze self-tan drops. Geen idee of die fijn zijn, maar het viel me op. Ook heel veel organizers en bath bombs, heel veel verschillende soorten. En ik heb toevallig deze van Knijp, de Cottony Smooth van 2,80 euro. Die is zo lekker voor in bad. En
ik zag dus wat Revolution oogschaduwpalettes hier bij de Action. Zo zag ik deze. Maar ze hadden echt nog veel meer. Ook iets met avocado en zo. Die zie je straks in beeld. Maar opeens hebben ze dus Revolution. Ik wist dat helemaal niet. Dit paletje vond ik ook super mooi. Vooral eigenlijk de verpakking. De binnenkant iets minder qua kleuren. Ja, die bruine kleuren vind ik wel heel mooi. Maar die verpakking vind ik echt prachtig. En toen liep ik op een gegeven moment naar de kassa. En toen zag ik deze Ideal of Sweden hoesjes. Echt zo mooi. Helaas niet voor mijn mobiel die ik heb. Maar wel heel veel voor iPhone 8, 9 en 10 zag ik ertussen. Maar echt hele leuke hoesjes. Zo, en ik ben weer terug. Ik heb uiteindelijk gewoon niks meegenomen. Dat is echt heel knap. Het was al best wel veel herfst. Dus dat vond ik heel erg leuk om te zien. Ik vond die mini pompoentjes ook echt heel erg schattig. Met die gouden... ja, stronk zeg maar. En dan dat witte pompoentje. Dat vond ik echt een hele leuke. Maar uiteindelijk dus niks meegenomen. Want ik heb nog niks nodig. Ik wil eerst straks even mijn herfstdecoratie erbij pakken. Voor ik nu allemaal weer dingen op de Bonnefoy ga halen. En ik het al heb ofzo. Dus ik wil dat er eerst even bij pakken. Maar goed, ik vond het dus wel heel erg leuk. En het was echt heel erg netjes. Dus dat was echt top. Dus ja, dat was deze video. Ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie, ja, volgende week weer bij een nieuwe video. Doei!